Goedendag allemaal en welkom bij een nieuwe videootje van Boertje van Butten. Goedendag allemaal en welkom op de serie Lekker Chillen, deel 74 alweer van deze serie. En wij staan op Cindy B. Een paar dagen geleden is Cindy B uitgekomen. Ik heb ook een livestreampje gedaan. Ik heb al iets laten zien en zo. In de stream. Ik zet dat streampje ook eventjes hier onder de beschrijving zetten. Dan kan je het even zien. Cindy B. Nou, die heb ik eigenlijk een beetje grijs gespeeld in 15 en 17. Het is een hele leuke map. Het is een Engelse map. De meeste mensen zeggen van, ja, oké, een beetje kleine map. Alles een beetje klein, een beetje, ja, dat is zo. Het is Engels, het is krapjes, het is mal. Je hebt niet zoveel ruimte. Dat klopt. Maar je moet ook geen grote machines hierop zetten. Wat kleine machines of wat middelgrote machines. Maar niet hele grote machines. Want dan kom je niet uit de voeten hiermee. Het is echt krapjes allemaal. Het is echt Engels. En daarom maakt het deze map ook zo mooi eigenlijk. Wat ik zeg, kijk, luchtballonnetje. Ik heb hem grijs gespeeld in 15 en in 17. En sinds kort is hij nu ook uit op 19. Een paar dagen. Nou, luchtballonnetje. Soms vliegt een oud vliegtuig over. Of een hele kopter en zo. Ik heb haar wat laten zien in de stream. Ik zet ook even de link van de stream hier even onder zetten, onder de beschrijving. Goed. Nou, ik heb boerderijmanager gekozen. Boerderijmanager is dan, je begint met totaal niks. Geen land, geen boerderij, geen tractors, geen combines en dat soort dingen. Dus je begint gewoon met nul. En als je een nieuwe boer kiest, dan heb je wat spullen. Je hebt dan land, je hebt de boerderij. Maar ik kies er altijd voor om boerderijmanager te kiezen, want dan heb je... Moet je gewoon van nul beginnen. Goed, we waren een contract aan het doen. En dat was hier, inderdaad. We waren even een contractje bezig. Voor toch een beetje wat geld te genereren eigenlijk. Want ik probeer zo'n veen min mogelijk te lenen eigenlijk. Ik probeer zo goed met mijn spullen. En ja, ik probeer zo min mogelijk eigenlijk te lenen eigenlijk. Want dat vind ik wel reëel. Eigenlijk. En dat vind ik ook wel realistisch eigenlijk. Jo. Dus, ja. Kijk, daar vliegt een dubbeldekker over. Nou. Leuk allemaal.
En zo vliegen ook wat helikopters en zo. Nou, je hebt verkeer heb je, je hebt dubbeldekkers erin, je hebt tractoren erin en zo. En je hebt ook politiewagens erin. Ja. Ja, je hebt ook politiewagens met en zonder sirene. Dus dat, ja. Dat is ook wel leuk. Dus, en de maker heeft het zoveel mogelijk realistisch. En er zit ook een motor in, en scooters geloof ik ook al. Meen ik. Ja, je ziet dat ook in, scooters en motors en zo. Dus heuse motorrijders kom je ook weer tegen. Gewoon een leuke map. Vind ik. Ja. Ik heb veld 1 heb ik gekocht. En die heb ik ook ingeruid nu. En daarom ben ik hier bezig. Om een beetje geld te genereren. En ja, ik mis wat. Ja, dat zie ik ook. Maar ik probeer het zo recht mogelijk even. En dat zal ik zo even meepakken zo ook. Ja, nogmaals, leuke map. Genie B. Ja, die heb je daar alleen en dat soort dingen, ja. En dan kies je weer. Ah, het is een hele leuke map. En je, ja, van alles doen. Mutsvoet map. Is het. Je kan meer graansoorten, meer fruitsoorten planten. En deze boer heeft niet goed ze best gedaan, want er zit allemaal onkruid tussen. Dus de boer heeft het niet goed gedaan. Er zit allemaal onkruid tussen eigenlijk. Maar ja, kijk, daar gaat de tractor. Een John Deere met een stronttank. En deze machines heb ik gehuurd. Ja, dat ik niet zoveel geld heb. Eigenlijk, wat ik zeg, ik probeer zoveel min mogelijk te lenen. Min mogelijk te lenen eigenlijk. Nou, moet toch lenen, maar als het niet hoeft, dan hoeft het niet. En ik heb hier dan goede machines. Kijk, ik heb weer een licht erover. Ik laat ook even de link van de map hier in de beschrijving ook onder zo mee staan. Dan kan je dat ook even zullen bekijken. Of je de map leuk of niet leuk vindt, ja. Dus er zijn de meningen over verdeeld. Dus, maar zijn de meningen wat oververdeeld eigenlijk. Maar dat is alleen maar goed. Ik bedoel, niet dezelfde meningen hebben. De ene vindt het geen leuke map. De ander vindt hem leuk.
En anders zegt van ja, een beetje krap allemaal hier en daar. Dat is ook zo. Dat geef ik ook gelijk, maar dat was dat juist zo leuker. Eigenlijk. Ja, treinen rijden rond. Voor animaties zit dat de map eigenlijk. Voor de schepen, voor de kust bewegen. Lopen voetgangers. En het mooie van is, als je in het plaatsje komt, Cindy B eigenlijk, dan staan er ook auto's geparkeerd. Op de trottoirs of naast de trottoir en zo. En dat maakt het ook weer leuk. En ik weet niet, als je het verkeer uitdoet, of dat ook uit is. Denk het wel. Nou, ik heb het gewoon aan. Dat ik het leuk vind. Dat maakt het ietsjes. Ik kan hem aan laten staan. Ietsjes leuker eigenlijk. Dus dat is mijn mening dan. Ik weet niet wat jullie aan mening hebben, maar ik vind het wel leuk. Maakt het toch een beetje realistisch en een beetje leuker eigenlijk. Ik ga er zo even naartoe, als ik naartoe kan tappen. Even kijken of dat mogelijk is. Daar iets te laten zien daar. Nou, een circus is er. Ja, een skatebaan is er. Van alles nog wat te doen. En dat maakt het juist zo mooi eigenlijk. Deze map. Maar ja, dat gaan we zo even kijken. Wat ik zeg, dit zijn gehuurde machines. Dus als ik de missie klaar heb en alles weggebracht, dan zeg ik voordaan en dan zijn de machines ook weg. En wat ik zeg, ja, ik heb niet zoveel geld eigenlijk. Ik moet ook rondkomen. En wat ik zeg, ik ga zo min mogelijk lenen eigenlijk. Als het moet, moet het, maar nee. Als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Dan hoeft het niet. Zo. Dus. Ja. De 74 van de Syrië. Lekker chillen op. Daar heb je een helikopter. Ja. Dus Syrië. Ja, wordt leuk bekeken. Dank je wel daarvoor. Dank je wel. Voor het bekijken. En. Ja. Want ik wist ook niet tot de serie ook zo lang ging meedoen. Nou een paar series, een paar delen. Ik dacht nou, dat zou wel. Maar ik had niet verwacht dat ik nu al deel 74 opnam. Dus ja, ik ben er blij mee. En hoop dat de serie ook goed ontvangen wordt. Dus, ja. Zo. Ik ga even kijken of ik ergens in
de ding kan komen. Die heb ik die, ook een verkooppunt. Nou, dan ga ik hier naartoe, naar Deli. Dat is de melkfabriek. Daar ga je melk verkopen, uiteraard. En daar heb je de boulevard. Hè? We gaan even hier naartoe. Kijk, een klein haventje. Als het mooi weer is, dan kan je hier even een beetje flaneren. Dat is een duur woord voor rondlopen. Ja. Nou, je kan nog het strand op, geloof ik ook nog. Nou, een hotdogje kan je eten, geloof ik, of een ijsje, of een ijscream. Nou, leuke bloembakjes, overal een beetje vertier, allemaal. Nou, stoplichten doen het allemaal. Je kan ook een ding hè, kijken, of zo'n verrekijker naar een kerk. Nou, daar rijdt een auto. McDonald's, uiteraard. Politie. Oh. Die heeft een verkeers, soort pier heb je hier. Oh, hoe gezellig. Nou, hier in het Rozenrad. Dan kan je zo de pier op. En dan kan je zo op daar, ja, een ijscream tentje. Is een beetje leeg hier allemaal. Nou, vliegtuig. Nou, ja, dat was goed. Nou, verderop zie je circus daar. Gezellig allemaal. Nou. Volleyballen kan je hier. Dave T-City Burgers. Nou, dat zal ik. Oh, komt een. Zie. Een sirene. Nou, dit is van die geparkeerde auto's. Zie. Die staan gewoon hier geparkeerd. Nou, die is een huis aan zo maken. En die auto's. Ja, kijk, dat is wel leuk. En die auto's. Een oude. Wat is het? Ja, die heeft niet veel. Misschien zit het achter wel auto's. Maar alleen maar oude meuk zie ik. Een oude tractor. Oude caravan. Dat is niet zoveel soeps wat hij heeft. En hier kan je ook je auto laten, of je trekker laten maken. Nou, even. Hoppla. Even lenig. Ja, niet zoveel. Nou, hier heb je een treinstation. Dus je kan ook nog even met de trein.
Als je dat zou willen, kan je hier opstappen. Klein stationnetje. Nou, echte Engelse huizen. Ja. Dus, ja, dat zijn geparkeerde auto's. Ja, dan komen we wat tegenliggers en dan, ja. Nou ja, daar zit ook een clipje bij Twitch. Daar stream ik meestal. Ja, je kijkt, dubbeldekker, zo'n bus open boven voor de toeristen. Weer een auto, weer een politieauto. Nou, oh. Vis en chips zag ik. Nou, van die bollen. Heel bekend in Engeland. Bij de verkeersoversteekplaatsen. Daar in Engeland. Nou. Satellietschoteltje. En een pub natuurlijk. Dat mag niet ontbreken natuurlijk. Een pub. Hoe heet die pub? Gerry's Bar. Gerry's Bar. Nou. Ja. Kijk, helikopter. Nou, een circus is in de stad. Nou, weer zo'n bus. Een toeristen word je langs weer een politieauto. Nou, hier heb je de circus, kronen. Nou, en daar heb je de trein iets verderop. En je hoort hem al. Ja, zie, kijk, de trein. Ja, kijk, treintje, tjoek tjoek. Ja, een ziekenhuis, KFC heb je ook hier nog, ja ja, McDonald's en KFC. Nou, de tractor, zie. Nou, hier haast. Oh, weer een stukje strand. Oeps, ging niet goed. Supermarkt. Oh, ja, nou. Nou, misschien heb je de indruk wel een beetje, ja. Nu. Lidl. Is niet zo druk, zie ik. Niet zo druk met hamsterrijden, dus dat valt dan mee. Nou, en daar heb je de industrie eigenlijk, wordt gebouwd. Ja. Nou, dan heb je een indruk. Nou, dit is Cindy B eigenlijk. Dat is een baai eigenlijk, hè. Dus, zodoende. Een beetje kleiner rondtoe, maar anders moet je even de stream even bekijken. Zet ik hier onderin. De map zet ik hier onderin. Dan kan je even zelf bekijken. Rustig. Goed mensen, dit was weer. Dit was lekker chillen op. Deel 74 van de serie. En dan waren we op Cindy B. Hele fijne dag nog verder en tot de volgende video. Bye!